mechaniciens, want een van u vroeg zich af hoeveel fietsen neemt een ploeg nu mee naar de Ronde van Frankrijk. En wij vragen het aan een van de mechaniciens uit de ronde en dat is Gilbert Cartoir. Gilbert, hoeveel fietsen hebben jullie mee? 36. Dat zijn er vier de man, maar dat zijn niet allemaal dezelfde fietsen. Dat zijn drie de man, dezelfde en één tijdritfiets. Waar heb je nu het meeste werk aan? Aan de tijdritfietsen. Het is allemaal veranderen en als ze dat allemaal proberen, wat langer, wat korter, dat is moeilijk te vinden. Ja. Iedere renner die heeft zijn precieze maten, tot op de millimeter na. Dat moet allemaal juist zijn. Zijn renners soms moeilijk ook? Ja, die zijn altijd moeilijk. Moeilijk kun je dat niet noemen, maar ze zijn nerveus. En veel eisend? Ja, veel eisend. Ja. Ze willen allemaal zo goed mogelijk zitten, maar dat is niet gemakkelijk. Hoeveel uren per dag zijn jullie bezig? Dat is van 's morgens 7 uur staan we. Het kan niets vroeger zijn, 7 uur laten we nou zeggen, tot 's avonds 9 uur. Ja. Zoals de journalisten dus. Die moeten ook heel lange dagen kloppen in de ronde, dames en heren. Van hieruit het woord weer aan Frank Raas.